Herbert Jorling hier, dijkbeheerder bij Waterschap Rijn en IJssel. We staan hier bij Bronckhorst, bij de Uiterwaarden. Op deze dijk is het nodig om aanvullende maatregelen te nemen. De waterstanden zullen doorstijgen en dan zal hier het water tegen de dijk aankomen te staan. En juist op dit stuk hier was de grasmat nog onvoldoende. Deze zomer is hier een stuk oprit weggehaald. Die was buiten gebruik, was niet meer nodig. En het buitentaluut is weer helemaal egaal gemaakt en ingezaaid. Maar zo'n grasmat heeft wel 3-4 jaar nodig voordat het echt een erosiebestendige grasmat is. Dus een grasmat die golfslag aan kan, die dus niet gaat eroderen. Dat kan die nu nog niet. Wat doe je dan? Dan pak je hem in. We pakken hem in met geotextiel. En we zetten hem vast met panlatten. Met krammen die we in de grond drukken. Dus onze mannen van onderhoud, een topteam overigens, die waren al vroeg bezig vanochtend om hiermee te beginnen. Want op de achtergrond zie je de IJssel stromen. En daarin zie je het water dus ook al uit de waard binnenkomen. Dus vanavond, morgen vroeg, staat hier het water in de teen van de dijk. En we zullen dus ook dagelijks komen de mannen van onderhoud en onze eigen inspectiemensen hier terug om deze dijk te bekijken. En ook te kijken of deze impactwerkzaamheden, of die zich allemaal nog goed houden en of het allemaal in goede staat is. En zo blijven we dat allemaal goed in de gaten houden en dat de dijken veilig en sterk blijven. Nu komt het komen, hè? Ja, het komt er al aan, hè? Ja. Mooi.